Welkom. We gaan weer verder. Het is niet alleen in Parijs, het is over de hele Zuidse gebied. Ik eens kijken uit. Ga je wisselen? Niks. Oké. Okay. Nou, ik heb zo'n stream. Even denken hoor. Ik kan gewoon met jullie mee nu. Ja, je hoort bij Team Rood. Okay. Kwam die ophalen. En moet ik nog... ja, ik heb nu deze meegenomen, dit wapen. Is dat goed of krijg ik dan straks gebitch? Nou, als je dat zo wil, we gaan kleren. Dus. We zijn voornamelijk aan het kleren vandaag, dus. De stad. Oké. Okay. Lijkt me niet echt handig. Maar als je denkt M14 zo van, ik kan het aan, dan... 20 rounds. Ik gooi even nog wat meer een maximum dingetje, maar ik vind dit... weet Found Gather Intel. Ik pak wel M16 mee. Op de kaart kijken. Dan zal ik... Op de kaart. Oh, wacht. Ik neem wel een machine gun mee. Zijn daar die rode pak, die groene pak staan? Hey, ik neem me gewoon een machine gun mee. Dan kan ik jullie gewoon supporten. Als je genoeg ammo hebt. Twee max, twee belt. Maarten, hoe zie je nou nog intel dan? Dat is dan in rood. Zo te zien alleen maar twee hotspots. Ja, ja gezien zullen we een detour maken om dan eerst Somata te doen en ondertussen die twee installations uitschakelen? Er zijn ook onze eigen dat medics. Kunnen we ook inderdaad doen, zo te zien waar ze in de buurt. Nee, maak maar van persistent van. Roger. Ik heb voldoende. Oké. Oké. Er zijn Calls en Bravo. Dus. Calls en Bravo? Ja. Iedereen? Ja. Yes. Wij komen weer terug met deze song. Zat de kaart van dingen de eerste dag in te leren. Dan was het plan om naar Santico te gaan. Somato. Voorbij Kayo. Dan bij Dolores de FOB op te gaan bouwen. Dat was een nachtverpletting. Dolores. Somato. Ja. Dus eerst gaan we dus naar Paraiso. Dan naar Somato. Dan naar Gulan. Dan naar Kayo en dan naar Dolores. Hij rijdt er voorbij. We moeten nu zeg maar de draad van. Als je een gebouw verkeerd hebt, mag je een keer aan het halen. Een civilian op de weg. Let ook bij de gebouwen op objecten die out of place zijn. Yep. Uitstijgen. We hebben ook friendly forces rondlopen, dus let daarop. Ja. Yeah. I know this way. Dat wisselbeste dan voorop kan nu? Prima. Nu wel ja. Je hebt ook een auto nodig. Ja. Welk gebouw gaan we eerst clearen dan? Gewoon de eerste die we tegenkomen. Dat is deze dan denk ik aan de overkant. Deze hier kun je ook naar binnen. Ik ga wel voorop. Ik was op het check. Deze is clear. Overkantje dan maar dan. Oh ja, lacht van dus dat we stippen zetten, houden we stippen weg. Volgens mij was het ook zo dat als je wapen richt op een civie dat dat ook wel effect heeft. Okay. Dus hou je wapens laag totdat het echt niet meer nodig is. Zo te zien is deze ook clear. Dus, clear.
clear? Ja, clear. Nice. Doe die chauffeur nog even ondervragen. Kijk of je dat kan doen, ja. Wacht, zal ik het anders doen? Ja, ja man, want ik ben nou al moe. Als je op Get Into klikt, even op de kaart, moet je even omroepen. Kijk iedereen mee, zeg maar. Ik ben nou al moe, ik heb 36 kilo. Hoeveel weeg jij trouwens? 20. 20? Ik kan een Mac meenemen voor je. Ja, graag. Maar in. Het scheelt gelijk 6 kilo. Ik weet niks, ga maar verder. Oké. Okay. gaan we rechtdoor of naar links? Les, kom maar weer terug. Er is gelopen. Ik ga gewoon hierheen, denk ik. Dan zo terug naar binnen toe. We gaan op cluster, jongens. Zo, er loopt nog een CV achter ons, Tibalti. Direct achter je. Ja. Nee. Clear. Oké. Okay. Pjes weg. Van hier naar binnen. Binnen hier. Ik heb vast wel intel, je ziet de fancy uit. Kijk. Oep. Moet je hem niet searchen dan? Kunnen ze boos worden van mij. Ja, je moet ze niet searchen. Er staat echt get intel. Hij loopt nu achter ons aan, hè? Waarom rent hij weg? Zo. Schoten. Schoten. Misfire. Zullen we wat meer naar het zuiden gaan? Gewoon nu naar voren. Langs de lijn en dan naar binnen gaan, hier verder clear. Wow, andere kant op. Sas. Yo. Is het anders idee om alvast ons voertuig hierheen te halen en gezien dat de pokken aan het lopen is? Je kan het ook naar het midden van het plein brengen, zou ik zeggen, bij... Kopie, ik rond eerst deze werkzaamheden af en dan blaas ik het voertuig al.
Zeker. Eens verder die kant op leren. Ik zou eerst even het voertuig weer halen en dan weer verder. Ja, zullen we dan... Dat met z'n allen? Ja. We zijn niet groot genoeg dat we één iemand... Dat is het jammer aan drie, ik wil het niet overpitten. Dit stipje was nog niet weggehaald. Of was dat het bravo stipje? Dat is het bravo stipje. Okay. Oh, iedereen heeft ook gewoon GPS dan? Ja. Waarom dan? Jammer. Niks. Er staat een nieuw voertuig bij. Ja. Het is toch een militair voertuig, je kunt het meenemen. Nee. Er staat trouwens wel een vrachtwagen in het zuiden, oranje. Ja. Heb je die gecheckt? Nee, dat stuk heb ik nog niet gedaan. Maar... Van ons? Die van ons staat hier. Nee. We hebben de technical. Deze heb je net meegenomen hier naartoe, hè? Ja, omdat die in de weg stond. Oké, goede reden. We kunnen wel gelijk die truck checken, trouwens. Ik ga wel in de gun. Ben niet beter naast ons, want dan kan jij je gun gebruiken. Jij draagt. Ik hè? Ah ja, ik heb toch... Ah, voor de volgende keer. Dus dan gaat Dutch op de grote gun en ik neem de andere gun. Ja, je eigen gun. Nee, ik heb toch hier toch gewoon... Ja. Prima zo. Rechts Civi, twee man. Wil je die nog ondervragen? Nee, laten we eerst gewoon kleren. Het ondervragen kunnen we altijd nog tijdens de dingen doen. We hebben best wel grote op, zeg maar. Hoe voor ons? Nee, is dat... friendly. Dat zie je toch gelijk, man. Voorzichtig. Bye. Ik zet hem hier anders neer. Wil je dat het voertuig hier naartoe gebracht wordt? Ik zou hem lekker doorrijden naar het einde van deze T-splitsing, denk ik. Ja, zou ik ook doen. Laten we eruit gaan. En nu hier naar... Kunnen we eventjes die huisjes hier gelijk clearen voor ons? Die zijn niet van ons, maar... Maakt er niet uit. Nee, voor de zekerheid dicht bij de technical. Die is echt waardevol. We hebben maar twee van. Yep. Wil je daar een tak op klimmen of? Nee, doe maar niet. We moeten dat hele rode gebied nog clearen, ja, Tibalti. Dus ik denk dat we beter met de voertuig daarin kunnen rijden dan daar weer verder gaan. Dat is nog best wel veel werk namelijk. Ja. Of is het de bedoeling dat we verder gaan en dat we dit dorp achter ons laten? Dat sowieso. Ja, dat sowieso. Maar ik ben gewoon voorzichtig voor dit voertuig. Watch it, friendly van links. Even wachten dat hij voorbij is. Ja jongens, Sven? Ja? Ik heb hier een tank gevonden, fuel tank. Nice. En ik kan hem ook carryen. Komt ook weer logistic support. Ja, maar het is dus niet een in-game object.
hier op de T-splitsing, want dan kunnen we gelijk hier naar boven. Dan kunnen we gelijk de laatste zwarte blok proberen. Dan kunnen we terug. Dan weer maar. Verder. Ik zet hem eventjes in de bosjes bij dat winkeltje voor. Ja hoor. Hoe zullen we alvast gaan? Hier Alpha, wij zijn gereed met onze searches. Wij keren terug naar het stadcentrum. Begrepen. Charlie zal nog even lang mee bezig zijn. Ja, kunnen jullie daar een zin in helpen? Ik zou het zuidelijkste gedeelte kunnen doen. Eerlijk het centrum kunnen jullie gaan doen. Dat is dichter bij jullie. Houd er rekening mee dat je niet als een detective om het huis heen alle hoekjes en gaatjes hoeft te bekijken. Hè? Kijk, als er niks gebeurt bij zo'n gebouw, dan hoef je niet te blijven hangen. Ja. Hier, ik kan een van jullie misschien de motor uitzetten, want ik heb problemen met mijn controller. Anders dan zijn we straks alle benzine kwijt. Dat is een beetje lullig. We hebben wel, we hebben wel twee refuel tanks. Maar... Heb je dit al hier gekleerd boven? Ja, die had ik. Kleine boeien. Mooie landscaping dit. Hier zit dus blijkbaar ook een gebouw recht of links noordoosten. Even kijken. Er zit helemaal niks. Oh ja, wissel. Waterkoelers en IED's en whiteboards markeren ook. Dus ja. Kunnen ook in een bushokje zitten. Ook ammo crates. Ik kan hier omhoog gaan. Oké. Bravo hier Alpha, wij komen nu richting jullie grid om je te helpen. Dank je. Charlie, dit is Alpha. Kom in. Ja, Sas gaf wel even een goed punt. Toen wij intern aan het gatheren waren, toen bleek hier in Parijs eigenlijk niks of nada te zijn. In hoeverre denk je dat het nog nut heeft om hier uitbundig te gaan patrouilleren? Weinig. Goed punt, we kunnen beter gewoon terugtrekken naar het towncentrum met de voeten gepakt en doorgaan naar de volgende objectives. Salavi. Wie gaat er bij het tankstation Zuidoost? Ja, ja, weet ik niet. Ik denk dit stukje nog even afmaken en dit stukje is redelijk weer. Oh, voor mij heb ik contact Oost. Wacht daarvoor jongens, niet gelijk door even. Even moet de kaart. In de truck? Waar staan de rest van de voertuigen? Staan of steeds op dezelfde plek of zijn ze verplaatst naar het centrum? Wie rijdt er Zuidoost net voorbij het tankstation?
Friendly. Alfa, stap maar in. Zover ik weet zijn overige voertuigen nog steeds bij de bushalte. Moeten wij niet de machinebinding pakken? Dat is 5 meter hier verderop. Die van ons hadden we verplaatst, dus ga maar verder. Ik heb R4 gemaakt, dus alle groepen daarheen kunnen komen. Dan kunnen we vanaf daar verder. Met de voertuigen wel te staan. Terug naar de voertuigen. Erwin, Gun? Ja. Waar moeten we naartoe? Het lukt deze weg uitrijden, dan naar rechts, die weg uitrijden. Belangrijk dat deze town semi-clear is, zo dichtbij. Ja. Vertrouwt nog steeds niet. Moet in dit hotel zo meteen wel even clear voor de zekerheid? Niet. Ja, daar. Steeds dicht. Oh, waarom moeten wij? R4 is aan het einde van deze straat. We hebben geen R4 gemarkt trouwens. Zo. Oh ja. Van deze straat. De radio tower. Go ahead. Alleen al die buitendingetjes in het oosten gevaarlijk. Ja. Iemand heeft de truck gestolen van Charlie, waar de ammo in zat voor de automatic rifle. What, really? Yep. En daar reden wij net in, maar we reden toch in. Ja. Aangezien ik één van jullie twee, voornamelijk het voorste team, in auto zie zitten. Denk ik dat we de dader hebben. Is dat niet deze truck? Ja. Nevermind. Heb je ons nou gewoon beschuldigd? Terwijl je zelf de auto verplaatst. Ik doe een hashtag, ik moet starten. Ja precies, gewoon helemaal opnieuw inderdaad. Hashtag was het me, Ben. Oh ja, wij zijn trouwens al Royal Army, als je op de kaart kijkt, die Royal Army die marker. Ik geef met ze. Ik ga voor mezelf even een route uitstippen hoor, want dat is. Nou, want ik zit even te denken, als we. We hebben het recruitment center en Pesto. Ja, Pesto is, valt op zich wel doen. Ja, wij kunnen deze drie kunnen wij best wel doen, als we dan doorcrossen naar het recruitment center. Ja. Ja. Sven, respect. Kom in. Hey, ideetje. Jullie crossen door naar Somato om daar het recruitment center op te blazen en de gebied te patrouilleren. Dan rij ik met mijn groepje richting Pesto. Dat is toch een klein gebied, dan kunnen wij het weapon depot uitschakelen. Begrepen, alleen wij hebben geen thermospec. Dan moet een van Alpha of Bravo, moet dan even meekomen. Ja, of je gaat gewoon onze truck, jat er even 2 of 3 explosives uit, want ik heb er 6 meegenomen. Ik heb er ook 5 bij me, dus ik heb dat. Vergeet de kill switch niet. Nee, je kan hem gewoon op de timer flikkeren. Ah ja. Altijd beter trouwens. Ik zwarte lijn volg. Ja. Iedereen klaar? Ga maar vast onderweg. Ik neem aan dat je de blauwe lijn bedoelt die boven. Nee, begrepen, half onderweg. Ja. Ja, blauwe lijn en dan volgen wij de zwarte uiteindelijk. Oké, okay, toen moest het toch naar de weapons depot met pack of niet? Nee, dat gaat alleen alpha. Alleen alpha. Dat is een klein gebied, dus kunnen ze het in eentje.
Oh, fuck. Let goed op de weg, hè? Ook voor IED's of shit. Ja. Yeah. You never know. Ik kan het ook het dat beste dat het zien, meevalt de eerste dag. De eerste dagen wel. Ik zou hier een beetje rechtsaf aanhouden naar die muur toe. Daar achter die muur zitten. Yep. Maar hoeveel moeten we Joran leren dan? Waarom ga je hun door? Dit is Joro, hè? Die moeten we niet heen. Oké. Ook wel chill dat ze ook gewoon achter ons aangaan. Ja. Nou ja, goed, als ze vuurig wegkomen, dan moet je mij maar even een beetje tactisch positioneren. Hm. En zijn de mijn vegen. That's true. Totally. Oh. We zijn belangrijk, hè. Gaan hun heen. Oh ja, recruitment center. Charlie, moeten wij naar recruitment center of gaan wij gewoon de stad in? Gaan we maar richting de stad. Dan komen we daar achter jullie aan. Als dit allemaal gecleared is. Zit hem gewoon op het kruispunt bij de eerste beste huis neer, denk ik. Dat wil ik juist vermijden. Dan zet je hem achter het eerste huis neer, dus hier, ja. Hier zo rechts omhoog. Uitstegen. Maar zie ik hem bij een grote view. Ik zou misschien nog iets meer naar voren voor de zekerheid. Dit is niet echt tactical. Contact. Stop maar. Vraagteken. Bravo was het niet. Het kwam hier nog uit het westen. Oh, ik zie een Town Elder, Tibalti. Tibalti, ik zie een Town Elder daar. Op de trap. Daar. Oeh ja. Pinguin, congrats. Yay, je had niet eens explosieven nodig. Ja, zie ik nu ook. Ik ga even de weapons depot disabelen, een moment. Verdeel anders even ook weer de stad. Misschien handiger. Ik ga even eerst even die gasten ondervragen. Moeten we hem neerschieten? Tibalti? Ja? Deze gast wil niet met mij praten. Misschien dat jij het nog één keer kan proberen voordat hij boos wordt. Doorgaan. Ik heb een rode lijn getekend. Zo niet, blaas jezelf op. Dat we dan gewoon het gedeelte van de stad even gaan rondlopen. Er loopt één civ in het zuidwesten weg van ons. Dus er zit hier iemand. Ja, doe maar. Hé, hey, dat is gewoon takken. Gewoon spreken. Ja. Oké. Ja.
is het rode pootje rechts. Even groen pootje. Ik hier. Waar staat de militair? Ja, die zijn van ons. Nee, laten we nog niet naar de church gaan. Eerst hier binnen doorgaan. Dan ben ik terug naar de auto. Weapon depot disabled plus marker verplaatst. Vervangen. Hier iemand in? Vervangen. Begrepen. Ja. Het werk, kijk ook niet. Nee. Hij is wordt bewaakt door een friendly. Daar binnen. Mm-hmm. Bravo, status in Somato. Gaat goed. Te rustig. Dit is Alpha, wij komen net uit Pesto. We zijn nu onderweg naar Somato. Ik heb hier een KMAS repair gevonden. Gather intel. Geen intel beschikbaar. Zojuist is er een military marker op ons op Somato geplaatst, zie ik op de kaart. Ja, de vijand beschouwt dit als een military area die hij zou willen innemen. Ik heb enkel één recruitment HQ in Chantico gezien. Ik zie een paar IED's in Magrove en op een weg. Oh, ze rennen. Die Balti, zullen we die vrachtwagen nog meenemen die het repair truck of niet? Jongens, ik heb een priester gevonden waar ik Gather Intel bij kan doen. Oh ja, doe maar. Waar is die? Eerst. Pak hem alvast op de kaart. Hierzo. Bravo, gaan we terug weer naar de auto's. We gaan door naar het volgende dorp. Charlie hier Alpha, je bedoelt Chantico? Nee, ik heb hier geen Gather Intel. Inderdaad. Misschien jij? Oké, Roger, wij zijn nu ten hoogte van Joro, komen jullie kant op. Begrepen. Ook niet?
Ik had het wel. Reduced chance in kan die recruitment HQ een persistent mark krijgen? Ik ga de intel doen dan? Nee, niet dat, maar. Doe jij maar dan. Gather intel. Gewoon best wel grote flash en koelen. Allemaal dezelfde informatie. Een recruitment HQ in Santiago. Santiago. Ja, die is al gemarkt. Hoe doe je ook weer zo'n alive marker dan? Gewoon een normale marker. Armor truck, repair truck. Kan packet later beslissen. Of het mee gaan nemen. Oké. Terug naar de voertuig, Rink. Ja. Kom op, hè, wat het gekleed is. Fuel truck moet ook nog eventjes. Daar heb je nog een fuel truck. Rijdt. Ja, we zijn onderweg naar de M2. We zijn op het moment op weg naar het voertuig. Begrepen. Allemaal door die furry porno. Ik zou voor de reset optie gaan. Ja, ik kunnen we al wisselen. Dan kun jij jouw gun gaan gebruiken. Ja, dat kan. Bravo, voorop, daarna al van de NL, Charlie. Waar gaan we heen? Chantico. We gaan de omringende gebieden nog steeds even extra kleren en ook de recruitment HQ willen we even boom boom doen. Ik ben hier. Go. ID suicide bomber. Dat is schrikkelijk, die voertuig. Waar staat hier gewoon een skip? Best wel mensen overrijden, dat is best wel erg. Welke kan ik zo op? Door en naar links. Charlie hier al gaan. Er zitten twee voertuigen achter je, dan heb je straks een dikke crash of zo. Zullen wij op dit moment de prioriteit leggen op het vernietigen van de installaties en dan langzamerhand doorrijden naar de FOP? Op het moment dat de installaties stuk zijn, dan zijn de grote dreigingen in principe geweken. Meteen linksaf? Kom voor links. Begrepen. Jullie kunnen dan gelijk doorgaan naar Crutchman HQ. De andere twee groepen kunnen dan de omringende groep van omringende gebied clearen. Kom voor rechts. Welkom. Kijk uit voor het voertuig links. Lekker de convoy gevoel. Chaos. Wat gebeurde? Geen convoy meer zo te zien. Blijkbaar, als wij voor moesten jullie ook. Mijn verhaal, ik had tegen Sassen gezet, cross maar door naar de queue, haste queue. Schoten noordwest, ver in de verte. Heel veel allies. Dan zou ik nog steeds adviseren om weer terug te gaan naar de convoy modus, maar oké. Okay. Heel snel observeren. Begrepen. We zijn nog een woord bijna. Volgens
schoten lijken van de richting van het hotel te komen, maar ik heb geen zicht op. Het zullen waarschijnlijk friendly forces zijn die engaged zijn. In het noorden, heb je een binoculars? Heb je binoculars mee? Ik zie meerdere mensen daar op de grond liggen. Ik stap nog uit, dan wijs ik ze het aan. Ja, ik zie ze ook liggen, ik zie meerdere mensen rennen noord-noordoost. Daar. Ik ben net achter het gebouw. Direct noord-noordoost. Kan je het zien, die belt hier niet? Kijk, stop en fight. Daar. Check even of dat enemies zijn of niet. Wij sluiten ons weer aan bij het konvooi. Nee, maar dat zijn wel mensen die dood zijn. Keeper, waarom? Okay. We zien dode civilians noord van ons op 016. Dan gaan we nog steeds richting die kant op. Ze te zien liggen ze heel ver, dus maakt niet uit, gewoon naar voren. Technisch gaan ze op de rechterkant, we willen graag die dorp leren, daar komen de schoten vandaan. Alpha gaat op de richting en kunt met HQ en Charlie en Bravo gaan dan richting Mid-City. Gelijk hier rechts, stil? Inderdaad, gelijk naar rechts. Maar niet stilstaan, gewoon door. Oh. Oh, halt, ik zag troepen in het oosten. Achteruit, achteruit. Ik kan van de berg af rennen. Wat gaan we hier doen? Wat is hier gaande? Troepen gezien in het oosten. Ja, Scrans zijn in het oosten. We hebben drie groepen friendlies in Chotico. Voor ons, één man met zwart gewaad heeft een pistool. Voor ons in het oosten, één man met zwart gewaad heeft een pistool. 50 meter. Ah, ja, hier voor ons, politie. Dat is geen friendly. Op het vuur. Politie? Politie voor mij. Dat is friendly. Dat is politie, ja, inderdaad. Politie niet beschieten. Dat ook toch. Nog meer dooi aan in de straat rechts van ons. Ook naar het noorden, friendlies voor ons. Ja, zie. Heeft AI dorp al gekeerd. De man met pistool richt zijn wapen weer op ons. Hier rechts. Rond. Ja. Nice. Check de rest van de omgeving in, aan de kust. Doodloop in de weg. Gather intel, gather intel. Hier is dat. Even omdraaien. Ik ga omdraaien. Kijken wat ze zien. We waren net namelijk heel veel schoten hier zo, dus kijken. Ze staan hier stil in een linie. Er loopt wel iemand aan de onderkant van de berg. Geen zicht meer. Enig idee wie dat was, hoor je al? Hij rent nu de berg op. Wapen, hij heeft een wapen. Heeft een wapen. Iemand met bloeklucht die kan confirmen of het friendly is? Onderweg. Geef richting aan.
93. Dat ziet er niet uit, dat ziet eruit als Guerrilla. Zeg het maar. Is Guerrilla. Target down. Oh. Ja, een hele. We hadden zo, er zijn ook een hele vuurlijnen op die ene persoon. Dat was ook maar één. Dat was die ook alleen, dat is de vraag, hè? Ja. Hallo. Nee. Nee, volgens mij heb ik geen sleutel ervan. Kijk, denk het ook. Oké, hier hebben we een voertuig. We gaan op de RB2 gaan we even met z'n allen wakker komen. Momentje. Hier Alpha, wij doen nog even snel de vuurtoren checken. Kopie. Oh. Ik ben zo terug, Tibalti. Oké. Okay. Ja. Alle voertuigen klaar? Het omdraaien, Maarten. Ja, waar is die RV? Omdraaien dan van de weg voren. I'll guide you. Thank you. I'll show you, I'll guide you. We kunnen ook nog als door gaan pushen naar de volgende ID-effect die onderweg is naar de FOB. Want ik wil namelijk nu richting de FOB gaan en dat we weer het veroveren. Maar we hebben voor onze main objective gehaald voor vandaag. Als wij dan alvast daarheen gaan, kunnen jullie daarna achter ons aankomen als het goed is. Wie? Ik heb het over Alpha. Ja, wij kunnen alvast naar Somata gaan inderdaad. Heb je het begrepen, Alpha? Hier, Alpha, ik was even snel in overleg. Wat we kunnen doen is inderdaad jullie doorrijden. Want wij zijn nu ook onderweg en dan stoppen wij wel bij het ID Factory. Ja, zie ik heb het over de ID Factory's meest westelijk, dus niet die aan de route ligt. Gaan jullie die kleren? Ja, mag dat niet? Doe maar. Met onze deze twee fireteams kunnen we wel de rest of de route alvast clear maken voor jullie. Hey, firm, succes. Thank you.
Ja, kan dus wat. Nee. Wat? Ze veulen op de weg. Ik nog een aanleg. Tweede Civi. Hierna? Helemaal lijn naar rechts. Oh, dat verkeersbord was niet gewoon. Laten we even kijken. Ben ik weer. Je hebt niks. Ik heb bij staan van de rij Charlie is die eigenlijk niet best gaat keren. Wij krijgen alleen maar rotklusjes, wat is dat allemaal? Ja. Wij zijn ook omdat een ID gaat keren. Ook zo man. Waarom, het recruitment center slaan we over. Zij gaan langs twee IED factories dus. Yes. We volgen die blauwe lijn. Ja. Hè, volgen wij de blauwe lijn? Even. Ali. Het is wel echt een enorm wapen wat ik heb. Dat is wat ik helemaal nergens op. Ja, ik zag het niet. Het is echt een boel bij. Het is ook echt niet echt... het is ook geen H en T. Nee. Je ziet er echt een haar in. Zag je me net schieten, hè? Ja. Toen ik die... Ja, die zat in de dorp. Estrella, dealing with it. Of niet? Nee. Maar hij schiet zeker ook langzaam. Nee. Maar hij is ook wel zwaar. Kijk, je schiet als ik gelijk de lucht in. Oh. Ik ben even toch van leven. Die had hem eerst. Maar het is zwaar. Ik kom nog bij helemaal mee nemen, Jerry. Houd voorzichtig, niet voorzichtig. Roodblok, roodblok, roodblok. Roodblok! Stop. Moet je stoppen, Tibalti? Moet je niet doorrijden, hè? Ja. Met. Geen beweging. Dan gaan we op, via het oosten erop. Blijf maar. Clear. Jeez. Ik heb dus al van alle eenheden zwaar in vuurcontact in de Estrella. Oh. Support nodig? Nog niet. Ze hebben zijn ook echt meeste damage spectrum. Sascha weet ook wel, hun team weet ook echt wat ze doen hoor, dus maak je daar geen zorgen om. Mij boeit het niet. Ik hoop dat ze overleven. Waarschijnlijk niet. Sascha is al dood gegaan. Auw. Oh, Sascha die dood is gegaan. Kan dat toch? Prijsje prijs. Welkom Rob. Hoeveel voertuig heb je gevonden dan? Dezelfde die wij hebben. Heel. Mogen we dan meenemen? Jammer
die Humvee niet intact is. Ik zou meestal lang gaan. Nog een rood blok erop, maar die kunnen we wijken. Niet dat ik hier niet meer te weg kan. Alpha hulp nodig, jongens. Twee man daar. Ja. Weet je hoe ver dat rijden is? De spoor is boven jou ergens, waar zit je nu? Even wachten, 6. Bravo, sta even stil voor een moment. Maarten. Ja? Jullie kunnen lekker beter erheen gaan voor assistance dan. Oké. Jullie kunnen beter denk ik ook alweer terugrijden naar hun toe, want dan hebben we echt hulp nodig dan. De weg volgen hoe we zijn gekomen helemaal. Ja, gewoon weer terug, want dat is echt de beste manier. Jullie dachten, dit zou je echt. Schoten achter ons, zuidwest. Schoten zuidwesten van onze positie. Zijn vent is engaging. Hoe weet hij dat dan? Kaart. Hè? Huh? Bravo 2-1 is terugtrekken, dus Alpha, je krijgt een support van Bravo. Kopie is schat, moet in schat, westzijde van het dorp, geen zicht op. Ik moet pak gesignaleerd, noordzijde van het dorp, aan het uitvaren. Begrijpen, het duurt wel een tijdje dat ze kan je komen. Kopie, geen geluk. Shift W is het snelste. Ik ben het nieuwsbrief van mijn pa. Man van 60 heeft een stijl. Van 50 meter hoog uit de zonmast op een boormachine. Nou, in je achterhoofd dat ze nog steeds ons kunnen aanvallen van de andere kant, hè? Ja. Niet te vergeten, want ik heb al heel veel meegemaakt. Ik andere dingen moet gewoon aan de twee keer. Ik kan het veilig een keer kaart advies is om vanuit het zuiden naar beneden te trekken. De stad was ook gewoon te stil. Ja. Allebei tot nu toe. Ik heb even een groene lijn getrokken. Oh, als we zo meteen kunnen we een stukje afsnijden. Ja, er zit in ieder geval hoogteverschil in. Moet lukken. Hier naar links? Yes. Ja, zo meteen. Ja, een beetje splitsen. Dat is een pikkie. Echt na die beugel van jou? Trouw ik ze voor iets echt niet. Leuk hè? Rennen. Ik ben weer daar. Beter gedaan dan. Die factory op de weg was voor mij vals info. We zien niks. Leuk ook vals. Het kan zijn dat er iets gemarkeerd is, maar die factory maar verder gewoon leeg is. Als er bouw is, over een hutje, dan kan ik het explosief erin om zeker te zijn. We moesten met de stam lopen praten van het dorp. En op een gegeven moment was er zelf een terrorist die heeft zichzelf geblazen toen we aan het praten waren. En toen kwam beneden in de kamer binnen en op de buurt stiep altijd ook bij. Dus wij waren met z'n tweeën eigenlijk gewoon dood. Eigenlijk gewoon de. Twee paarden geneutraliseerd. De medic en ook. Oh, wat is er aan de hand? Ik blijf gewoon auto. Ja! Oké, okay, gaan door hoor. Dus gewoon. Maar lekker terug. Ik zag het. Best wel kijken naar mijn met me mee naar Estrella. Estrella? Ja, waar we heen gaan. Ja, volgens mij is het al klaar. Ja, ik denk dat het sowieso het handigste is om voor ons, zeg maar, gewoon die hele weg te volgen. En zeg maar gewoon via de zuidkant om het dorp heen te rijden, zeg maar. Ik zou naar die kerk gaan. Ja, dat kan ook.
Want dat is nou, hogere grond en dan kunnen we eventueel eromheen cirkelen. Oversteken, ja. Ja, precies. Nee, dat is het goeie. We zijn nu de andere gebouwen van het checken of er geen insurgents zijn. We hebben, lijkt voor nu de dreiging uitgeschakeld, maar checken dat alsnog voor de zekerheid. Als je dat Bravo gaat naar een kerkje, is dan Zuidoosten gekomen. Copy. Ik ga even checken of hij intel heeft. Nee. Oké, okay, laten we hier eventjes dan naar het westen gaan, dan kunnen we even scouten. Geef even door dat we op locatie zijn, Tibalti. Ook zie spoor liggen. We zijn bij de Alfa. Ja, hier Alfa. Ten rechts van ons, bij de huisjes. Wij hebben zicht op jullie. Wij zijn ten west-noordwest van jullie. Meer naar het zuiden verschuiven, voor de bossen checken hierboven. Ja. Zuiden ziet er schoon uit van dinges, Estrella. Ja, wij hebben het noorden gekleed, het is ook redelijk veilig. Toch bedankt voor de hulp. Goed, dacht dan maar, denk. Ja, even kijken of misschien. Want wij hebben nog een band, misschien als we hun kunnen helpen. Oh nee, het gaat niet hoor. Oh nee, we hebben banden zat. Oké. Okay. Ik denk, je kan je nou weer pakken. Ja, doe eerst je backpack in het voertuig, je eigen.
En wat nu dan, Tibalti? Want moeten we dan achter hun aan? Of wat? Dat ga ik nu vragen. Charlie, moeten we achter Alpha aan? Of. Sven, kom in. Kom in. Moeten we achter Charlie Alpha aangaan? Blijven we assisteren. We hebben genoeg friendlies om ons te sporten. Wow. Het is wel verwacht op Ditch. Ja. Waar ben je? Hey, top. De hele game was lijkt ik benieuwd dat kan gebeuren, soms dan doet je even raar. Irma. Is het meest mee? Nee, niks. We gaan nu achter Alpha aan richting die andere IED factory. Daarna sluiten we waarschijnlijk aan bij Bravo, dit is Alpha. Wij gaan weer verder. Dankjewel voor de assistentie. We volgen je nog even. Ja, dat heb ik voor echt onze geen niet naar beneden te gaan. Nee. Ja, dat is de weg richting die bunker of die ID factory. Is lukt ook, Maarten. Linksaf toch? Ja. Ja. Je kan ook gewoon eventjes over het zand rijden. Ja. Daar zijn ze nu al kwijt door je skills. Links verderop. Je kan het. Maar links, Maarten. Wat ben je aan het doen dan? Ik. Je bent echt. Toch heb jij dat aan het gaan? Ja. Blauwe lijn. Van de weg volgen, dus niet die blauwe lijn. Blauwe lijn. Ja, zou bij je recht lijn naartoe getrokken, dan begint hier zo. Ja, die jongens volgen. Zijn er al. Pak blauwe lijn erin. Oké, laat. Standpoint ingegooid. We zijn in contact. Oké, okay, naar links bewegen naar het gebouw. Twee man down. Stop hier maar, stop hier maar. Ja. Stop hier maar. Alpha, we zijn ten noorden van ID Factory, contacten zuiden, verder is geen zicht op. Er zijn achter jullie. Ga maar verder, ik ben aan het bandage. Ja. Spoor en ik ga het pand in. Een bom binnen, jongens. Ja, het is een ID, die is waarschijnlijk gewoon passief. Het gaat meer om die fighters die erin zitten. Hé, hier nog eentje. Wacht, hier op de trap. Life clear. Laten we gewoon naar binnen gaan. Nog gebouw, oeh. Ja, we gaan naar binnen. Of Bravo, we gaan naar binnen. Pak het volgende huis in. Ja, is goed, ga met je mee. Clear. Boven clear. Is clear. Ja, dit huisje is heel simpel te clearen. Clear. Clear, dit huisje clear. Genau. Eén man down. Hukke duk. Oh, dan lopen we zo voorbij. Die hadden zo in ons rug kunnen schieten. Ja, inderdaad. Alsjeblieft. Ik heb wel geluk gehad. Holy shit. Ja. Wat is dit? Hé, hey, wat gebeurt er? Disable the ID factory. Dus? Dat doe ik wel even dan. Score, wat is de schade aan het voertuig? Mac.
voertuig halen. Het lijkt alsof iedereen... Gather intel. Ted. Ja? Je hebt toch een rugzak meegenomen? Ik zag niks voor je toe komen. Nee. Nee, ik ook niet. Ik kan maar niet zitten, joh. Ja, maar je hebt er ook eentje gepakt, hè? We hadden zitten met twee in het voertuig. Lol. Wat? Hij is verdwenen, hoor. Ik kan nog rennen, dus hoor. Hè? Ik kan rennen. Oh ja. Kijk. Ik kan wel rennen. Ik heb wel een kill, jongen. Charlie heeft net de FOB gecleared. Ja. Hey, Tibalti, ik ga disco.